In de rechtbank in Utrecht is de inhoudelijke behandeling van de zaak Savannah begonnen. Het 14-jarige meisje uit Bunschoten raakte vorig jaar juni vermist en werd een paar dagen later teruggevonden in een sloot op een industrieterrein in Bunschoten. De zaak is achter gesloten deuren omdat verdachte Angelo S. nog minderjarig is. Morgen komt het Openbaar Ministerie met een strafeis. Een groep bewoners van een woonwijk naast het Utrechtse kantoorpark Rijnsweerd klaagt over het grote aantal geparkeerde auto's in de wijk. De wijk staat vol geparkeerde wagens van medewerkers van kantoren even verderop. In Rijnsweerd moet namelijk betaald worden voor het parkeren, maar in de naastgelegen wijk niet. Volgens buurtbewoners is de parkeeroverlast de afgelopen 2 jaar enorm toegenomen. Er zijn dan ook gesprekken om betaald parkeren in te voeren. Volgens de wijkraad is een meerderheid van de bewoners hiervoor. Invoeren van betaald parkeren, ook in andere wijken in Utrecht waar het soortgelijke probleem gespeeld heeft, leidt tot verlichting. En wij willen hier graag een veilige, verkeersveilige wijk en ook geen dichtgeslipte straten door auto's die hier neergezet worden door andere mensen. Een brand in een leegstaand pand in de Meren. Het pand aan de Castellumlaan staat al langere tijd leeg. Aan de voorkant van het voormalige restaurant stond een luifel in brand. Omwonenden storen zich al langer aan het leegstaande gebouw, waar ook al vaker brand is gesticht. Of dat nu ook het geval is, wordt onderzocht. Onderzoekers van Gezondheidsinstituut RIVM in Bilthoven verwachten dit jaar een record aantal mensen dat door een teek wordt gebeten. Deze en volgende maand zullen 500.000 mensen een tekenbeet oplopen, denken de onderzoekers. De stijging is vooral het gevolg van het grote leefgebied dat teken hebben in ons land. Ook is het seizoen waarin teken actief zijn langer geworden vanwege het warme voorjaar. Een tekenbeet kan de ziekte van Lyme veroorzaken. Zo'n 27.000 mensen krijgen die ziekte per jaar. Dat is 4 keer zoveel als 20 jaar geleden. De etiketten van voedselproducten kloppen niet altijd, blijkt uit onderzoek van het UMC Utrecht en TNO. Bijna 160 mensen met een voedselallergie zijn een jaar lang onderzocht. Zij moesten een product opsturen als ze een allergische reactie kregen op dat product. Volgens onderzoekers is het gevaarlijk als de etiketten niet kloppen. Mensen met een voedselallergie kunnen dan soms allergische reacties krijgen met ernstige gevolgen. Misselijkheid, braken, zwellen van de slijmvlies in de keel, waardoor benauwdheid ontstaat. En in de meest ernstige gevallen kunnen ook hartklachten of echt longproblemen ontstaan. En dan kunnen de reacties zelfs levensbedreigend zijn. Er moeten betere Europese richtlijnen komen voor waarschuwingen op voedseletiketten, vinden de onderzoekers. En dan krijgt u nog het weer. Later vanmiddag wordt het droog en kan de zon zich af en toe laten zien. Het is dan 1 graad of 20. Vanavond zijn er eerst wat opklaringen en er verschijnen ook wat wolken. Het koelt uiteindelijk af tot 1 graad of 15. Tot zover. Kijk voor meer nieuws uit de regio ook op onze app en op de website rtvutrecht.nl.